In de schaduw van de Westertoren in Amsterdam ligt aan de Prinsengracht het Anne Frankhuis, waarvan het achterhuis een jaar geleden voor het publiek werd opengesteld. Waarin het Joodse meisje Anne Frank en haar familie zich jarenlang verborgen hielden voor de Duitse Jodenvervolgers. De ramen die uitzagen op de tuin van het grachtenhuis vormden het enige contact met de buitenwereld voor de kleine Anne Frank, die in haar dagboek de wereld een schrijnend getuigenis heeft nagelaten van de gevoelens van een kind opgejaagd door wrede jagers. De schuilplaats werd ontdekt en Anne Frank werd één van de 6 miljoen Joodse slachtoffers van de Duitsers. Nu is het ook gerestaureerde voorhuis officieel geopend als internationaal jeugdcentrum. In aanwezigheid onder andere van Anne Franks vader, de heer Otto Frank, en mevrouw Wijsmuller, door wier werk zoveel Joden gespaard bleven. Dr. Bender, kanselier-directeur van de Universiteit van Amsterdam, sprak de aanwezigen toe namens de Anne Frank Stichting. De jeugd uit vele landen heeft gelden geschonken om de restauratie van dit historische gebouw mogelijk te maken. Zij zal zich hier nu bezinnen over de vraag hoe de jeugd kan bijdragen tot een betere onderlinge verstandhouding in de wereld, waarin Anne Frank zo sterk geloofde, maar waaraan zij zelf niet heeft mogen meewerken.